Welkom bij Voor Nu en Later, het seniorprogramma van RTV Apeldoorn voor ouderen en door de ouderen. In deze uitzending gaan we praten over cultuur en ouderen. En natuurlijk hebben we het over de naderende kerst. Apeldoorn vergrijst. Actieve cultuurparticipatie is een methode om positief effect op welzijn van ouderen te bewerkstelligen. Daarnaast willen ouderen graag hun talenten blijven beoefenen. Nou zijn er heel veel clubs die zich daarmee bezighouden, maar waar vind je die nou? En hoe kom je aan de juiste informatie? Trouwens, wat is eigenlijk cultuur? Daar gaan we wat meer over aan de weet komen van dominee Bert Schussler. Hij is predikant in de Grote Kerk hier in Apeldoorn. Rolf Striekwold, die zit altijd aan mijn rechterhand, voor u links. Als sidekick, mijn vaste sidekick. Met Henk Spoelstra, bestuurslid van OKW. Onderwijs, kunst en wetenschap. En niet te vergeten Henny ten Teijen. Hij is, let op, van het dagactiviteitencentrum de Markenhof van het land. En hij gaat ook iets vertellen over Atlant Got Talent. Welkom bij Voor Nu en Later. We zijn weer te gast bij de Talmaborg. Welkom allemaal, mijn heren. Henk, ik wil graag met jou beginnen. Jij bent van OKW. Ik dacht eerst dat het een ministerie was. Dat is niet zo. Het is onderwijs, kunst en wetenschap. Niet te vergeten. Wat is dat? Het is een vereniging die zich bezighoudt met allerlei activiteiten op het gebied van onderwijs, kunst en wetenschap. En dat kun je in de breedste termen zien. Dus het is kunst, beeldende kunst, literatuur, architectuur, poëzie, muziek, film. We hebben allerlei kringen waarin onderwerpen aan bod komen. We hebben cursussen, we hebben lezingen, we doen excursies. En dus dat omvat allemaal onderwijs, kunst en wetenschap. Ja, en als je een term hebt die er niet onder past, dan maken we hem passend, zodat alles daarin valt. Ja, 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 ja. En de O kun je eigenlijk ook wel zien voor ontmoeting. Had ik bedacht op weg hierheen. Want het is, heel goed. Werd ook tijd dat je dat bedacht. Laten we wel zijn. Ja, toch? Ja, omdat die vereniging, al die activiteiten, mensen komen daar naartoe. En dit is ook zeker bij het OKW Café dat we hebben. Het is ook een duidelijk ontmoetingsaspect. En daar wordt erg gewaardeerd door onze leden. Dat is ook een streven, dat mensen elkaar tegenkomen, ontmoeten. Ja. Ik denk niet alleen oud, maar ook jong. Nou, de vereniging is niet specifiek voor een bepaalde leeftijdsgroep, maar in de praktijk blijkt dat het vooral de oudere jongeren zijn of de jongere ouderen. Die komen. En de ouderen, ja. Dat is wel het publiek dat wij kennelijk trekken. Het is niet een, want toen ik in Apeldoorn kwam wonen, dacht ik nou dat is een heel selectief, bijna elitair clubje, maar dat is niet zo. Nee, kennelijk hebben we bij sommigen hebben we die naam, maar dat is niet. Nee, dat is niet zo. Nee, dat is niet ons streven dat wij daar elitair in zijn. En ook dat kunst en cultuur dat het automatisch elitair is. Nee. En ik denk dat ons aanbod ook wel aangeeft dat dat niet zo is. Dat het voor iedereen openstaat. Jullie geven veel cursussen. Ik heb eens een paar keer geprobeerd de cursus schrijven. Die wordt nu niet gegeven. Staat niet in het programmaboekje te volgen. Maar die was al snel ingetekend. Ja. Dat is een beetje het probleem. We proberen met kleine groepen te werken. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld met schrijven, dat de persoonlijke begeleiding van de docent daar heel belangrijk is. Ja. En ook het aspect van als je met een klein groepje zit, dat de onderlinge contacten dan beter tot zijn recht komen. Dus dat is een belangrijk aspect voor ons. Ja. Dus je kunt niet eigenlijk een hoorcollege geven aan 75 mensen over schrijven. Je moet het doen, je moet het met elkaar over hebben. Ja. Hoe klein is klein dan, Henk? Bij schrijven hebben we een groepsgrootte van maximaal 9. Oké. Dat is niet veel. Met 10, mij erbij. 10 11. Kan ook. Ja. Tel voor 2. Ja. Ja, en sommige cursussen die vragen. En als je op jaarbasis kijkt, hoeveel mensen doen daar mee aan de cursussen? Nou, de cursussen zijn in het algemeen vol. We hadden in het najaar 8 cursussen, waarvan er 1-2 keer gegeven is, omdat het was een cursus filosofie. Er was zoveel belangstelling voor en de docent konden we nog een keer strikken. Ja, ja. Dus dan, die groep is altijd zo rond de 10 personen. Ja, dus meestal is 15. Ah, dus ongeveer 15. Dus 120 tot 150 mensen. Sommige cursussen kunnen er wel 20 bij of 25. En in het café is het wat drukker? Of, Dat wisselt. Dat hangt van het onderwerp af. Want dat OKW Café, dat is iedere maand en dat is iedere keer een ander thema. Iemand die houdt daar een inleiding, vertelt een verhaaltje. Daarna is er een gesprek, een discussie. En ja, dat is dan weer de ontmoeting. Dus dat is dan ook. En dat is open voor iedereen. Dus iedereen die kan daar naartoe en
die ergens in geïnteresseerd is. Ik ben er nog nooit geweest, maar het aardige is dat ik las dat Bob van der Sluis contactpersoon is. Ja, zeker. Die bridget samen met mijn vrouw, dus ik kom beide eigenlijk zo min mogelijk tegen, want bridget leidt vaak tot oorlog. Hoe dan ook. Ook alweer niet. Ook alweer niet. Nee, dit is een ontzettend vriendelijke club. Ja. Lezingen. Ik las er eentje, of ik zag er eentje op 15 april volgend jaar, 2020, waarbij de oude Peter Brusse, vroeger correspondent in Engeland, die rare Engelsen en de Brexit. Nou, daar zou ik eigenlijk reclame voor willen maken, want het is zo actueel. Er gebeurt zoveel onder leiding van Johnson. Hoe dan ook. Cursussen, ook een week dingen, maar ook excursies. Ja. Hè? Waar naartoe? We hebben twee grote excursies, twee dag-excursies. Dus tenminste, dat is nu het stramien. In het voorjaar is het erg gericht op kunst. Dus we hebben bijvoorbeeld wel eens, je had een moderne Amerikaanse kunst. Er was een gecombineerde tentoonstelling in Assen en in Emden. Dus dat is dan een excursie geweest. En afgelopen jaar was het een excursie naar Roermond, het Pierre Kuipershuis. Dus dat ging over de architectuur. Maar ook het Keramiekmuseum daar in de buurt bij Tegelen en naar het Missiemuseum. Dus velen, ook ik zelf, had nooit van dat museum gehoord, maar dat is echt... Het Missiemuseum? Het Missiemuseum, ja. Dus stel paters, dit is een soort enclave daar bij Tegelen en in stijl. En die paters die namen van alles mee en stuurden van alles terug uit de missiegebieden. En die verzamelden dat. En dat museum, dat is eigenlijk net zoals het in 1930 is ingericht, bestaat het nog steeds. Denk jij dat de nationale overheid daar wel eens van gehoord heeft en dat ze daar nodig naartoe zouden moeten om een missie te ontwikkelen? Of is dat weer overdreven? Wat vind jij er nou van? Ik laat het graag aan de spreker. De relatie met de overheid had ik nog niet gelegd. Een missie. Nou, ik had sowieso die hele relatie misschien niet is er ook wel een visiemuseum, ik weet het niet. Ja. Het is een vereniging. Het is eigenlijk hartstikke goedkoop om daar lid van te zijn. Ja, 15 euro. 15 euro en je partner 7,50 of zo. Ja, kijk, dus ja. Zo ben ik er ook bij gekomen. Vanuitgaande, als partnerlid. Hè. Ja. Dan gaan jullie ervan uit dat er maar één partner is, want tegenwoordig hoeft dat niet meer. Nou, we hebben het nog niet meegemaakt, maar als er een aanvraag komt van iemand met twee of drie partners, dan is dat zeker een overweging. Jullie doen niet moeilijk, hè? Dat staat ook in die brochure ergens in het begin. Jullie vermijden moeilijkheden. Nou, heel goed. We mopperen gelukkig niet zoveel. Staat er echt in. Hoe dan ook. Henny. Ja. Henny van Adland. Vertel eerst eens even, manager dagactiviteitencentrum, daar ben ik de hele, ik denk wel 3 uur op aan het struikelen geweest. Maar waarom? Dagactiviteitencentrum, wat is een dagactiviteitencentrum? Nou, het woord zegt het al, hè? Een centrum waar overdagse activiteiten zijn. En het verschil is met de andere dingen, dat binnen ons dagactiviteitencentrum we alleen maar arbeidsmatige activiteiten doen. Okay. Dus de bewoners die daar komen, die overigens binnen heel het land wegkomen, die komen daar voor hun arbeidsmatige dagbesteding. En dat kan zijn op de houtgroep, dat kan zijn op de klussengroep, dat kan zijn op de montage, inpakken. Ja, je kunt zo gek niet bedenken of wij proberen de klant tevreden te stellen. Maar dat is van de heel Adland groep, maar die zit op meerdere locaties, denk ik. Ja, we hebben 3 verpleeghuizen en 5 woonzorgcentra's. Onze grootste groep mensen die op het dak komen zijn de mensen van de Markenhof zelf, waar we ook gelegen zijn. Veel mensen van Markenhaven, maar we hebben ook mensen van de Heemhof of van Koningin Wilhelmina, Berkenhoven. Dat zijn allemaal mensen die gewoon zeggen van, goh, ik verveel me, ik wil graag wat onder handen hebben. En die gaan kijken bij ons of ze daar hun dagbesteding kunnen realiseren. En dat zullen vooral mensen van de woonzorgcentra zijn of ook van de verpleeghuis? Nee, juist de meeste zijn van het verpleeghuis. Oké. En, maar die moeten dan wel vervoerd worden naar... Ja, daarvoor zijn ook de meeste mensen van de Markenhof en van Markenhaven. En die zitten bij ons op het terrein. Okay. En om het vervoer een beetje te reguleren hebben we wel zo'n grote spijkstalbus rijden, waar wij de mensen mee halen en terugbrengen die niet in staat zijn om het hele stuk te lopen. Ja, ja. Dus. Wat doe jij nou zelf? Want je noemde een heleboel disciplines, als ik dat zo mag zeggen. Knutselen, monteren. Nou, geen knutselen, man. Nou ja... Nee, er wordt echt serieus gewerkt. Ja, maar je zult niet al die vakken beheersen, of wel? Of ben je met meer collega's? Dat doe ik met meerdere collega's. We zijn met 15 man die dat per dag runnen. En ik mag daar de manager zijn. En ja, ik zorg eigenlijk voor het grootste gedeelte voor dat de voorwaarden om dit te kunnen realiseren, dat gerealiseerd wordt. Okay. Dus vullen het lobbyen en dat soort dingen. En dat heeft nog niks met geld te maken, budgetten en... kniepende overheden? Nee. De formatie die binnen dat activiteitencentrum ingezet wordt, dat is formatie wat uit de zorg komt. Want wij hebben eigenlijk het principe, als de klant niet op de afdeling hoeft te wonen, de bewoner,
En maar bij ons op het dak zit, heb je daar ook het personeel niet nodig. Dus dat hebben we uitgeruild tegenover elkaar, dus eigenlijk één op één. Dus een zorgmedewerker is nu een welzijnsmedewerker geworden. Oké. Hoeveel mensen praten we over? Hoeveel bewoners of cliënten, noem je dat? Door de week genomen staan er 117 op de lijst, met een gemiddelde dagbezetting van 80, 85 man. Zo. Ja. Dat is een aardige club. Dat mensen. Is ook een hele aardige club, planten. Ja, absoluut. Maar dat zullen vooral veel ouderen zijn. Hè? Wij maken een seniorenprogramma. Ik denk dat daar met name oudere mensen zitten. Ja, er zitten, het gros is ook oud. Maar als je kijkt naar de Korsakoff-bewoner en de Huntington-bewoner, dat zijn relatief jonge mensen. Ja, ja. En die toch door hun beperking die ze hebben niet meer in staat zijn in het reguliere werk te komen. Maar die gaan wij wel een menswaardig werk aanbieden. Dus wat eigenlijk bij de baas niet meer kan, kan bij ons wel. Eigenlijk hartstikke goed zit ik me nu te bedenken dat dat land eens in beeld komt bij ons, hè, ouderen. En, ja, absoluut. Langzaam maar zeker weet je niet waar het naartoe gaat. Nu hebben jullie voor de eerste keer, dacht ik, maar dat is niet zo, Atlant Got Talent georganiseerd. Klopt. Dat betekent dat mensen het podium hebben gekozen voor datgene wat ze beheersen. Denk aan poëzie, denk aan zang, dans, kunst. Muziek, ja. Maar het is niet de eerste keer, begreep ik niet. Nee, 3 jaar geleden hebben we het, als ik me niet vergis, 3 jaar geleden voor het eerst gedaan met Abeldoorn Got Talent. Dat was toen de Serious Request die er ook was. Oh ja. Ja. Toen zijn we met een aantal zorgaanbieders in Abeldoorn, hebben we in de Grote Kerk het eerste optreden verzorgd. En dat is zo goed bevallen dat daarna heeft de evenementencommissie van Atlant het overgenomen. En die organiseren dit nu ieder jaar. En dat hebben we in het Vierhuis van Groot Schuilenburg zijn we dan de gast. En alle cliënten die vervoerd moeten worden, ja, die gaan daar allemaal naartoe om hun optreden te verzorgen. En ja, van alles is er wat. Een meneer die van 96 nog piano speelt, of het maakt niet uit. Het waren bewoners, vrijwilligers, familieleden, medewerkers. Ja, alles. Jij hebt zelf ook op het podium gestaan? Daar niet. Niet? Nee. Ik zo goed ik ook weer niet. Oh, ik zie in jou nog wel een zangtalent of zo. Oh, vast. Ja, niet dus. Kunnen wij volgend jaar optreden? Ik denk het wel. We vinden wel een komische act. Ja. Dat lang, dun, dik. Dat komt er iets uit. Ik heb vele talenten. Daarom. Ja. Ik las. Lieve kijkers. Ja, nee. Wie eens even opnoemen. We hebben nog wel een uurtje. Hoe lang hebben jullie? Nou, zeker een uurtje. Nou, maar ik red me. Jawel. Heel goed. Ik las dat het voor velen de mooiste avond van hun leven was. Ze mogen weer zijn wie ze zijn. Ja? Ja, en doen wat ze leuk vinden. Superbelangrijk. Absoluut, absoluut. Superbelangrijk. Er is een filmpje over. Ja, ja. Daar gaan we nu naar kijken. We gaan nu kijken naar het filmpje Atlant Got Talent. Nou ja, dat we bij Atlant ruimte geven, dat heb je al wel vaker gezien in video's. Maar wat we vanavond gaan doen, ja, dat vond ik pas echt heel gaaf. Want we hebben namelijk Atlant Got Talent. Dat wil zeggen dat bewoners van Atlant hun talenten laten zien vanavond. Dus ik ben heel super benieuwd. Ik ga eventjes kijken of ze al klaar zijn. Dus daar gaan we zo. Nou, ik zit hier met Arie. Ja, heb je er zin in? Ja, ik absoluut. Ja, het is helemaal nieuw voor mij. Uh-huh. Ik heb wel eens op een podium gestaan en wel eens wat opgenomen, maar dit is toch weer nieuw. En hoe zit het met de zenuwen? Nou, die heb ik behoorlijk onder controle. Ja, toch wel? Jawel, ja. Wat gaan jullie straks doen qua act? Nou, ik ga een gedicht. Ik schrijf gedichten. Uh-huh. En die vroegen of ik een gedicht uit eigen werk wilde doen. Ja. Dat doe ik. Volgens mij is de bus er, dus gaan we zo meteen. Oh, gaan we met de bus? Ja, ja, beter als lopend, hè? Tegen mensen, want ja, u heeft een talent, maar ja, misschien zijn er andere mensen die ook wel zouden willen beginnen. Heeft u nog een tip? Of? Ik zou zeggen, probeer het.
Zouden jullie aan ons kunnen voordragen? Ik wil nog even vragen. We zitten op een rots. De blik over het water. Ik dacht dan, wat? Maar mijn gedachten gaan door. Het gaat over het heen. Hoe vond je het? Ik heb er zelf ook van genoten. Ik heb getracht, maar ik dacht wat gelukt was, om een gedicht te dragen. Ja. Je moet het niet opzeggen, maar dan moet je dragen. Dat moet van binnen komen. Dat moet van binnen, ja. Ik sta hier bij Isabel. Hoe was het? Goed. Ik heb het gezongen, een liedje. Mooie liedje gezongen, ja. Ja. En hoe was het om op het podium te staan? Oh, het was groot en leuk. Ja? Leuk, of, ja, mooi. Hoe vond je het vanavond? Oh, ik vind het geweldig. Ja, het is zo mooi om de cliënten van dat land om die te ondersteunen in hun talent, om hen centraal te zetten. Ja? Ik heb weer een grijns van de oor tot de oor. Ja, nou, dat doen we. Leerlingen, kippenvel momenten, helemaal super. If you try some time, you might find. Het laatste optreden zit erop. Het is nu officieel klaar, dus het is tijd om naar huis te gaan. Ik hoop dat jullie er net zoveel van hebben genoten als wij hier hebben. En bij deze tot de volgende video. We praten met Bert Schuessler, dominee van beroep, predikant, hoe noem je dat eigenlijk? Ik weet eigenlijk niet hoe je een dominee aanspreekt. Meneer of Bert? Of wel, ja, meneer, dominee en hier aan tafel gewoon Bert. Bert, ja. Je weet dat dat een hele mooie naam is, hè? Mooie voornaam. Welkom in deze adventstijd. Je bent dominee, ik denk dat je nu beren druk bent in deze donkere dagen voor de kerst. Is dat zo? Ja, extra klopt. Ja, weet je, er zitten natuurlijk een paar hele grote diensten aan te komen. Dat is kerstavond met 2 keer 1400 mensen in de grote kerk. Zo. 8 uur en om 10:30 nog een keer. Dan hebben we kerstmorgen met een levende kerststal. Daar verwachten we ook zo'n 900 mensen. En daartussendoor is er in de Grote Kerk ook een heel aanbod aan allerlei culturele activiteiten. En dat loopt uiteen van, vorige week hadden we Stef Bos met zijn programma pardon, In een ander licht. Komende tijd is Treintje Oosterhuis geprogrammeerd. Oh ja? Wanneer, weet ik uit mijn hoofd niet. Ik ben een enorme fan van. Zij is de dochter van de vroegere priester. Ja, klopt. Huub Oosterhuis. Huub Oosterhuis, die prachtige teksten heeft gemaakt. Ja, heeft hij. Ja, die ik nog ken uit mijn jeugd, kun je nagaan. Ja. Dus weet je, op die manier is kerst, daar gaat heel wat aan vooraf. En de Messiah komt nog, het prachtige klassieke stuk van Händel. Ja. Dus die hele opbouw daar naartoe, dat betekent voor mij ook dat ik in die volle vaart meega. Maar eigenlijk is het zo dat kerst, de voorbereidingen voor kerst, beginnen bij mij al in juni. Zo. Als ik de eerste schetsen maak, afspraken maak met muzici die meedoen, met koren, met gezelschappen en dergelijke. En gaandeweg staat dan zo een beetje het hele format staat wel. En nu zijn we eigenlijk in de fase gekomen van de invulling op het verhaal. En die preken doe jij allemaal? Je doet alle drie de diensten? Ja. De preken zijn identiek, neem ik aan, want de mensen van vroeg zijn er niet als laat bij de laatste. Nou ja, kijk, het zou zomaar kunnen zijn dat iemand om 8 uur op kerstavond in de kerkdienst komt en die denkt, verdraai, wat een goed verhaal was dat, zeg. Mooi, en die gaat dan even een luchtje scheppen en die komt dan gewoon weer terug. Dat zijn alleen de ouderlingen. Nee, 's ochtends is anders dan 's avonds. Ja. Waarom heet de grote kerk de Koninginnenkerk?
Ja, dat is als je naar het Raadhuisplein gaat en je gaat daar naar de tegels kijken, dan zie je daar nog de contouren van de oude kerk die ooit in Apeldoorn centrum gestaan heeft. Okay. Maar die was op enig moment in bouwvallige toestand, onderhoud was achterstallig en toen is er aangeklopt op het Loo. Bij de koning. En toen heeft men gevraagd van koning, zou u ons willen helpen financieel met het bouwen van een nieuwe kerk? Nou, er is toen over gesproken. De koning die vond dat een goed idee. En toen is daar wel een afspraak gemaakt dat vanuit het centrum van Apeldoorn dat toch ook opgeschoven zou worden richting het Loo. Ja. Dus je zit nu ongeveer halverwege en daar is in 1842 een zogenaamde waterstaatskerk neergezet. En 50 jaar daarna is die afgebrand. En toen heeft men in 2 jaar tijd weer een nieuwe kerk, en dat is de huidige kerk, daar weten neer te zetten. En in de actes die in die kerk hangen, zie je ook nog de handtekening van Emma en van Wilhelmina. En Wilhelmina heeft de rest van haar leven eigenlijk vrij frequent die grote kerk aangedaan. In de haar toebedeelde banken. Bank, ja. Die ken ik dan wel, die koninklijke bank. Ja. De eerste keer dacht ik, waarom mag ik daar niet zitten? Nu begrijp ik dat wel. Een beetje. Mag ik iets vragen? Heb je nou het idee dat kerst wat meer cultuur geworden is dan, zal ik maar zeggen, de daadwerkelijke betekenis van kerst? Nou, kerst is altijd cultuur geweest. Ook toen, kijk, toen de kerken vol zaten, laat ik het anders formuleren. Toen kerken meer bezocht werden dan vandaag de dag, was kerst ook een onderdeel van de cultuur. Ja. En kerst is door de eeuwen heen ook steeds weer van kleur verschoten. Uiteindelijk moet je realiseren dat het verhaal van de geboorte van Jezus waar het over gaat, eigenlijk volgens de Bijbelkenners zich afgespeeld heeft in april. Maar omdat men op de een of andere manier af wilde van dat zonnewendefeest, heeft het vroege christendom het verhaal van kerst daar neergezet. En door de eeuwen heen is dat gekleurd van flamboyant tot uitbundig, tot zwart en tot wat meer ingetogen. We leven vandaag in een samenleving waar de kerkgang veel minder is. Dus krijg je ook andere uitdrukkingen van cultuur. Dingen waar je over uit Amerika, de commercie ziet er een gat in. Dus dat verschuift wel. Wat niet opschuift is denk ik dat mensen behoefte hebben soms ergens in een jaar aan licht, aan een goed verhaal. Nou, daarvoor ziet dat verhaal van die kerk wat mij betreft echt in. Naast alle gezelligheid. Kom bij mij thuis kijken en je ziet hoe gezellig het is. Omdat dat is voor mij ook buitengewoon belangrijk. Die onderlinge band die mensen met elkaar hebben. Het goed voor elkaar zijn en daar haal je een boel bij. En als het dan mooi wordt, dan wordt het mooi. Dan is het mooi en is het goed. Ja. Ja, en het onderscheid tussen de kerstboom aan de reformatorische kant en de kerststal aan de katholieke kant is al lang verdwenen. Is verdwenen, ja. Ja, we hebben allemaal een kerstboom en ik mag hopen dat we daar geen discussie over krijgen. Dat die kerstboom met piek mag blijven. Ja, je weet het niet. Ja. Hè? Straks gaan bevolkingsgroepen zeuren dat het niet mag in een openbaar gebouw. Ja. Dan zetten wij er samen wel één neer trouwens. Ja? Jazeker, ik in ieder geval wel. Religie hadden we het over. Verminderde kerkgang. Ik heb het idee dat bij de autochtonen de kerkgang wat vermindert. Maar als ik eens in een kerk kom, dan zie ik wel veel meer allochtonen. En die zullen dan van christelijke oorsprong zijn of zo. Is dat het in de grote kerk ook zo? Dat is bij ons ook wel, nou niet helemaal zo. We hebben nogal wat vluchtelingen die we binnenkrijgen. Bijvoorbeeld uit Syrië. Ja, ja. Want je moet je realiseren dat Syrië wat nu zo dramatisch in puin ligt, dat 10% van de bevolking daar een christelijke achtergrond heeft. Ja. En daarnaast zijn die christenen vaak in hun cultuur ook nog behorend tot min of meer de bovenlaag. Dat heeft te maken met goede scholing en onderwijs en dergelijke. Dus wij hebben door de afgelopen jaren heen, hebben wij nogal wat vluchtelingen gekregen. Eigenlijk toen die eerste grote golf kwam en de toenmalige burgemeester John Berends Apeldoorn als een van de eerste gemeentes zei van, nou wij zetten de deuren open, er zijn er zo'n 400 gekomen geloof ik uit mijn hoofd gezegd. Toen heeft de grote kerk ook heel snel in samenwerking met een aantal Syrisch-orthodoxe kerken die kerk opengezet. En die mensen zijn eigenlijk wel gebleven en die komen. En het andere ten aanzien van allochtoon en autochtoon, moet natuurlijk niet vergeten dat wij in Nederland wel zien dat de kerkgang terugloopt. Maar er zijn continenten als Azië en Afrika waar kerk en christendom booming business is. Misschien hebben ze daar nog behoefte aan jonge ervaren predikanten.
We hebben het er zo meteen verder over, maar we gaan eerst kijken naar een kort fragment uit een filmpje over kunst en ouderen. En dan zien we hoe belangrijk is, dat is. En dat is van het Fonds Suiker Sluiterman van Loo. Fonds Sluiterman van Loo. Kijken. Kunst kijken en zelf aan kunst doen, doet iets met je. Het ontroert je, of het wint je op, of je wordt er heel vrolijk van. Het laat je, als het goede kunst is, niet onberoerd. En dat geldt ook voor de mensen die op hoge leeftijd zelf kunst gaan beoefenen. Ja, kunst kan iets heel bijzonders doen, omdat het mensen uit hun comfortzone haalt, hè, waar ze eigenlijk hun hele leven in zaten. Het maakt denk ik niet uit of je op je 30ste aan een schildercursus begint of op je 80ste. Je wilt gewoon beter worden dan je was. En het is een illusie en ik denk ook een misverstand om te denken dat je dat als ouderen niet zou willen. Het is buiten mijn vak. Ik ben bedrijfskundige en ik heb dit ken ik helemaal niet. Dus ik kan altijd nog het leren. Ik ben al oud, ik ben 90, ik leer niet zoveel meer. De politiek heeft dus nu het beleid naar voren gebracht, langer thuis blijven wonen. Het langer thuis blijven wonen heeft op zich goede kanten, omdat je zelfstandiger moet blijven. Maar er komt natuurlijk een moment dat je misschien over het randje gaat. Eenzaamheid loert om de hoek. En dat genereert heel veel zorgkosten, direct en indirect, omdat er niemand is die het nog belangrijk vindt dat ik er ben. En als je dat via kunstvormen kleiner kunt maken, dan is dat alleen maar winst. Cultuurbeleid in het algemeen maakt het leven aangenaam, maakt het leven sociaal en maakt ouderen actief. En ik denk dat zich dat direct gaat vertalen in de beleefde gezondheid van ouderen. Als onderzoek dus aantoont dat het zo goed is voor de mentale en ook fysieke gezondheid van oudere mensen, ja, dan zouden dokters daar eens aan moeten denken en iemand dat moeten adviseren. Beter dan nog weer eens een pil, nog weer eens een drank. Er is voldoende bewijs om te laten zien dat als je met kunst bezig bent, wat het betekent, een uitdaging voor het brein. Absoluut. Het is ook empirisch aangetoond dat mensen die aan actieve kunstbeoefening doen, minder depressies hebben bijvoorbeeld, dan mensen die het niet doen. Mensen, ik vecht voor mijn recht, voor de normen. Er zijn ook dokters die cultuur op recept geven als er mensen bij ze komen, waarvan zij dan denken, nou ja, wat jij eens moet doen, je moet dus zelf wat gewoon jezelf met kunst bezig houden. Kijk, hier en hier kun je naartoe. En dat heet dan kunst op recept. Bert, iets anders eventjes. Je bent ook predikant op Curaçao geweest. Klopt, ja. Daar heb ik altijd nog een beetje heimwee naar, want daar heb ik jaren mogen werken aan pensioenfondsen voor de kleine overgebleven eilanden zoals Bonaire, Saba, Sint-Eustatius. En jij zat daar in de Emmakerk. In de Emmakerk, de Emmakerk. De Emmakerk is nog een overblijfsel uit de Shell-tijd. Shell had alles, zwembaden, golfbanen, scholen. Er zat ook een kerk, was de Emmakerk. Ja. Ik heb er wel mogen golven op die baan. Ja. Wat is nou juist in deze tijden jouw uitdaging? Ik kom zo bij jullie jongens, maar dat is zo mooi. Hij heeft het zo mooi opgeschreven. Ik denk op internet of zo. Ja, nou ja, in deze tijden sowieso vind ik toewerkend naar dat kerstfeest wat gaat over een kind dat gekomen is. En een kind in de religieuze verhalen is altijd de markering van een nieuwe episode, een nieuwe tijd. En ik denk dat we in onze dagen met dat verhaal kunnen aankomen. Voor mensen, er is hoop, er zit licht in het leven. Hoe beroerd het soms is. En alle passanten in dat kerstverhaal, de herders, dat is het schorrimorrie. En die hotelier, die probeert er ook nog wat van te maken. En dan hebben we die engelen en die hebben vrij reizen, zal ik maar zeggen, tussen hemel en aarde. En daar komt dat verhaal van een nieuw verhaal, van een nieuwe werkelijkheid en een nieuwe toekomst. En dat is mijn uitdaging, om dat dan op die manier zo onder woorden te brengen,
dat in taal is die vandaag ook nog begrepen wordt. Ja, ja. Nou, als mensen kijken naar deze uitzending, ja, dan hebben ze de helft van de preek al te pakken, denk ik, toch? Ja, de tweede helft wordt nog beter. Ja. En het gaat over religie. Ja. En die zit, denk ik, in onze cultuur verweven altijd al. Dat is altijd al zo geweest, in allerlei culturen. Ik denk dat religie altijd zal blijven, ja. Ja. Dus weg geweest, misschien weer wat teruggekomen. En het neemt andere vormen aan. Kijk, als er het grote drama van de MH17, ja, dan zoeken we naar symbolen. Dan zoeken we naar iets om niet alleen individueel, maar ook collectief iets met ons verdriet te kunnen doen. Dus we hebben kaarsen, we hebben een monument, we hebben daar muziek bij. Dat zijn ook precies dingen die in de kerk, waar de kerk zo sterk is, is al 2000 jaar lang. Ja. Kijk, ik ben nogal eens betrokken bij begrafenissen. En dan soms is het verdriet zo groot dat je woorden daar niet bij kunnen komen. Maar dan hebben we in de hele wereld van kunst en cultuur, en ook in onze Nederlandse kerkelijke kunst en cultuur, hebben we toch muziek die daar net overheen kan. En kunst die net even wat verder kan reiken. Kunst is voor mij een ongelooflijk belangrijk aspect. Daar vragen jullie enorm veel aandacht voor. Op allerlei mogelijke manieren. Maar de relatie met religie is misschien... De relatie met religie en politiek, dus de expliciet, die proberen we te vermijden voor iedereen open te staan. En ook iedereen zich welkom te voelen. En wat je wel merkt bij OKW, dat het... we hebben vrij veel leden die alleenstaand zijn en die dan toch ergens contact zoeken en binding zoeken en dan bij ons terechtkomen. Dus, er is ook iemand die veel werkt met alleenstaanden, die ook zich buitengesloten voelen, die dan ook OKW ter sprake brengt en ze kijken van nou, is dat niet iets waar je thuis zou kunnen gaan voelen. Dus, dat is... Ik weet niet hoe je dat zou moeten overwinnen. Dat mensen moeten dan wel een stap nemen om er naartoe te gaan. Het gebeurt wel eens dat leden een vriend of een vriendin of een buurman of een buurvrouw meenemen. Maar dat mensen zelf die stap zetten, dat is erg lastig. Dus daar hebben we het wel eens over van hoe zou je dat kunnen bereiken. Als je kijkt naar deze tafel, dan dit mooie verhaal van Bert geeft een soort geborgenheid. Tenminste, zo voel ik dat. Bij jou kun je terecht. Als het niet meer zo goed gaat, kun je bij jou terecht. En Rolf is altijd al zorgzaam geweest. Ja, het zit in de genen. Ja. Ja, toch? Van het bedrijf en van de mensen die er werken. Ja. Ja. Dus die ontmoeting, bij ons komen ook heel veel mensen samen, even los van het religieuze aspect. Dat is een soort verbondenheid met elkaar. Vaak gaat het dan over lastige dingen eventjes. Hè. Dat is natuurlijk, dat gebeurt nou helemaal vaak. Maar die verbondenheid is er, die geborgenheid is er ook voor een stuk. Dus in de termen kun je heel veel met elkaar doen. Er komt best veel overeen, denk ik. Ja. Wat betekent geloof voor jullie persoonlijk? Mijn hemel. Kijk, ik kom naar mijn hemel. Nou, dat is een hele heldere duiding. Hele heldere duiding. Nou nee, mijn roots die zijn allemaal uit... Ik kom uit een hele rode familie, een bijna communistische achtergrond. Maar ik ben als kind ben ik naar de zondagschool gegaan. Dat heeft me wel diep indruk gemaakt. En dat was... Dus dat is zo door blijven sluimeren wel, maar ik ben niet actief in een kerkgemeenschap. Nee, jij ook niet, denk ik. Nee, ik ga niet naar een kerk. Ik zal niet zeggen dat eraf straalt. Zo nee. Oh nee, dat... Ik vermoed dat gewoon. Maar ik weet wel verschrikkelijk veel van de Bijbel. Ja? En dat komt vroeger christelijke school. Ja. En dat zeg ik de zondagschool. En op woensdagmiddag gingen we naar het Leger de Zelf in de stad. Ja. Want dan mocht je voor 5 cent namelijk spelen en speelden we daar we zelf niet, dus ging je daar naartoe. Dus, ja. Dus. Daar had je ook, nee, dat ga ik niet zeggen. Heel goed, ja, religie. Weet je, ik ben Nederlands hervormd opgevoed in de Emma-kerk in Amersfoort. Maar katholiek getrouwd. Dus ik heb wel, en ik zat toen al in de klassikale ecumenische jeugdraad, geloof ik, op mijn, zo heette dat. Dus ik heb... Dat is ook een lastige. Dat is bijna zo moeilijk als activiteit en begeleiding. Nou, dat weet ik wel. Ik kan hem al niet. Dus. Ik ben nogal ecumenisch ingesteld. Ja. Ik vind het al heel mooi. Je hebt twee soorten mensen. Nou, ik zeg altijd twee soorten mensen. Aardige en niet aardige. Maar op dit gebied heb je gelovigen en niet gelovigen. En wat mensen geloven. Als ze iets geloven, dan ben je al een stuk verder dan de kale, naakte maatschappij. Die in mijn ogen weinig perspectief biedt. Maar ik vind het wel jammer dat er vaak onverdraagzaamheid is tussen geloven. Ik ben ook bewindvoerder en dan kom ik klanten tegen die zitten bij
een zwaar gereformeerde gemeente, maar ook gereformeerde gemeente in Nederland. En voor mij zijn het allemaal prachtige mensen, maar ik begrijp onverdraagzaamheid. Dat staat toch hopelijk wel in de Bijbel, dat je verdraagzaam moet zijn, ja, een beetje? Nou, weet je wat het probleem is? Het probleem is dat mensen in een eigen geloof de neiging hebben, en dat is niet van de vorige eeuw, dat is van alle eeuwen, de neiging hebben om dat absoluut te stellen als hun eigen waarheid. En als er nou iets is, denk ik, waar de Bijbelse verhalen tegen ingaan, dan is het tegen dat absoluut stellen van een eigen mening. Kan ik hele verhalen over ophangen, zal ik niet doen, maar er zijn profeten als Jona bijvoorbeeld, die daar dwars tegen ingaan. Van lief vroom volk, alsjeblieft, het gaat over menselijkheid. Daar, ja, gaat het dat over. Denk ik ook. En dus die correctie wordt binnen die hele bibliotheek van de Bijbel wordt die voortdurend gepleegd. En ik vind ook binnen onze eigen, ik ben dan predikant in de Protestantse Kerk Nederland, maar ik ben ook predikant op Curaçao geweest. Totaal andere manier van geloofsbeleving. Ik ben predikant in Israël geweest. Totale andere weerbarstige politieke werkelijkheid waar geloof, ja, weer op een hele andere manier werkt. Denk niet dat jij het weet. Denk wel dat je samen iets kunt doen om de menselijkheid een stap verder te krijgen. Het bijzondere is wel dat die hardnekkigheid dan schijnbaar blijft. Hè. Ik verbaas me daar, Bert, met, ja, jou ook heel erg over. Ja, ja. En misschien is er reden daar wel van dat als je het precies hebt afgekaderd, als je weet hoe het zit, dat een bepaalde vorm van veiligheid, ja, heeft. Ik begrijp dat het houvast is. Ja. Jawel, ik heb nogal de talenten gehad om veel te mogen studeren. En daarmee is alleen maar de twijfel toegenomen, ja, vind ik. Hoe dan ook. Heren, bedankt. Ik wens al onze kijkers en het hele team van RTV Apeldoorn vredige kerstdagen. Een goede en veilige jaarwisseling. En een gezond 2020. Na alweer de 9e aflevering van het oudere programma van RTV Apeldoorn voor nu en later. De volgende opname is, ik dacht op 13 januari, en u bent van harte welkom op de Talmaborg. We hebben een enthousiast publiek dat zeer wereldkampioen is in het rummikuppen. Als u daarbij wilt zijn, kunt u ons mailen naar redactie@rtv-apeldoorn.nl. Ook suggesties voor onderwerpen zijn zeer welkom. Als u het programma terug wilt zien, kijk dan op de website van RTV Apeldoorn of zoek op YouTube naar rtvapeldoorn/ voor nu en later. Dank aan al mijn gasten dat ze hier wilden zijn. Heerlijk, geweldig. Dank aan het hele team van RTV Apeldoorn, want alleen kun je dit absoluut niet maken. En zij hebben deze uitzending weer mogelijk gemaakt. Dank aan de Talmaborg, dames en heren. Geweldig voor uw gastvrijheid. U bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer en ik wens u fantastische feestdagen.